Bij een brand op de derde etage van het flatgebouw aan de Mirandastraat in Eindhoven is zondagavond een vrouw zwaar gewond geraakt. De vrouw is uit het raam van haar appartement gesprongen. De vrouw raakte door de val buiten bewustzijn en is gereanimeerd door de gealarmeerde brandweer. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De kleine binnenbrand brak rond 7:50 uit in het appartement van de vrouw. Een buurtbewoner schakelde de hulpdiensten in. In een van de kamers van het appartement troffen die een baby aan van ongeveer 8 maanden oud. Na controle bleek de baby ongedeerd. De baby lag in een andere kamer dan de kamer waar de brand uitbrak. Voor de zekerheid zijn er wel 2 traumahelikopters opgeroepen, waarvan er 1 daadwerkelijk ter plaatse is gekomen. De brandweer zette 2 bluswagens en een hoogwerker in.